Vandaag maken we gebakken pompoenpolenta met bospaddenstoelen en een jus van geroosterde groenten. We gaan eerst beginnen met de jus van geroosterde groenten. En daarvoor hebben we nodig knolselder, grof gesneden, worteltjes, ui en pastinaak. Pastinaak geeft een beetje een zoetere tint aan die jus. Echt super lekker. En dan gaan we daar nog tomatenpuree bij doen. Kruiden, sterrenijs, laurier, tijm, een beetje knoflook. We gaan die jus blussen met rode wijn en we gaan er een beetje selder bij doen, vers gesneden selder, voor een frisse smaak. We gaan beginnen met de groentjes te roosteren. Neem een ovenschaal. We gaan alle groenten daaraan toevoegen, behalve de verse kruiden. En dan gaan we dat besprenkelen met arachideolie. Voilà. En dat gaat ongeveer een 40-tal minuten de oven in op 200 graden. Totdat ze echt mooi bruin gekarameliseerd zijn. Dat geeft echt die fijne smaak aan die jus. Voilà. Zo, dan gaan we nu verder met de polenta. Wat hebben we daarvoor nodig? Eerst en vooral polenta. Dat is eigenlijk maïsgriesmeel. Dat is heel fijn. Ik kies altijd voor een snelkookpolenta, omdat die anders heel lang op het vuur moet staan. Vervolgens een butternutpompoen, een half harde kaas. Ik heb hier gekozen voor een passendale. Rucola, boschampignons. Mag je kiezen welke mengeling dat je wil. Melk, water, olijfolie en een beetje knoflook. Dan gaan we eerst de polenta klaarmaken. En dat gaan we doen door de melk en het water aan de kook te brengen. Doe ongeveer half om half. We gaan die melk ook meteen kruiden, omdat die polenta eigenlijk heel zacht van smaak is. Je mag echt wel goed wat kruiden gebruiken. Dus we gaan er meteen een beetje peper van de molen bij doen. Echt geen schrik hebben om dat echt goed te kruiden. Zeezout. En om die polenta echt mooi romig te maken, gaan we er ook een klontje boter bij voegen. Voilà. Dan gaan we dit aan de kook brengen. En ondertussen ga ik al mijn pompoen beginnen raspen. Dat is het hoofdingrediënt voor de polenta. Die pompoen gaan we eerst schillen. Zo, die gaan we nu raspen. Nu, ik heb gekozen voor een butternutpompoen, omdat het eigenlijk een hardere pompoensoort is, dus dat die eigenlijk ook zijn structuur een beetje behoudt in die polenta. Je kan uiteraard ook andere pompoenen kiezen, maar kies dan wel een hardere soort. De melk is ondertussen aan het koken. Dan ga ik nu de polenta erbij doen. We gaan dat met een garde blijven roeren. Roeren is heel belangrijk, zodanig dat we geen klonters krijgen. En je ziet dat dat eigenlijk onmiddellijk begint in te dikken. Dan kun je dat van het vuur nemen en gaan we onze pompoen erbij doen. Pompoen zit eronder, dan gaan we nu verder met de kaas. Die gaan we er ook gewoon bij raspen. Belangrijk is dat dat gebeurt terwijl die polenta nog warm is, dat die kaas een beetje mee kan smelten. Zo. De polenta is nu klaar om uit te storten in een ovenschaal. We gaan die ovenschaal eerst een beetje inolieën met olijfolie.
Zo. Dan gaan we de polenta er mooi in verdelen. Ongeveer 2 centimeter dik. Zo, deze is klaar om in de oven te gaan, maar eerst ga ik de grotere groentjes eruit halen. De groentjes zijn nu geroosterd, gaan we daar nog 2 eetlepels tomatenpuree op doen en gaat die nog een 10-tal minuutjes in de oven. Ik mag dat echt zo een beetje verdelen over die groenten. En voilà. De groentjes zitten erin, de polenta zit erin. Dan kunnen we nu verder met de bospaddenstoelen. Ik heb gekozen voor gele oesterzwam, beukenzwam en shiitake's. Je kan eigenlijk alle soorten bospaddenstoelen gebruiken. Het is leuk om een beetje variatie te hebben, dus blijf niet gewoon bij één soort, maar kies er 3-4 verschillende uit. Het hoeven natuurlijk niet altijd Parijse champignons te zijn. Zo, de groentjes zijn nu klaar. Van deze groentjes gaan we echt een super lekkere jus maken. In de ovenschaal zelf gaan we blussen met rode wijn. Ondertussen kunnen we ook de verse kruiden bij de jus doen. Zo, dan doen we er nog een paar selderstengels bij. Dan gaan we nu aanleggen met water en dan gaat hij nog een uurtje ongeveer zachtjes sudderen op een laag vuur. Maar ik heb er al eentje klaargemaakt. Dan hebben we ongeveer dit als resultaat. Zo, en dan gaan we nu de champignons bakken. We gaan er een klein tientje knoflook bij doen, gewoon voor de smaak. Klein scheutje olijfolie. En we gaan er ook een klein beetje fijn gesnipperde peterselie bij doen. Als de pan goed heet is, gaan we de paddenstoelen erbij doen. Eerst de paddenstoelen, dan de knoflook. Peper en zout. En dan tot slot de peterselie. Meer hoeft dat echt niet te zijn. Super lekker zo. Voilà, dan gaan we nu de polenta uit de oven nemen. Kijk, is mooi vast, goudbruin van kleur, perfect. Zo, gaan we eerst de polenta op het bord leggen. Paddenstoelen gaan erop. Dat gaan we dan afwerken met de jus van geroosterde groenten. Gewoon mooi ronddruppelen.
En tot slot gaan we dat afwerken met een beetje rucola. En die ga ik op smaak brengen met een paar druppeltjes notenolie. Voilà. De gebakken polenta met bospaddenstoelen en jus van geroosterde groenten is klaar. Het recept kan je nog eens nalezen op njam.tv. Alvast smakelijk!